Hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Team Survival. Fuck yeah! Ik heb zin in deze survival op te nemen, of Team Survival op te nemen. En waarom? Omdat mijn boom verder gevorderd is. Ja, de boom niet zelf, maar wat er boven is. En je ziet door de chunks zien het amper. Zo moet je, kijk, zo is het op zich beter. Ik moet het alleen waarschijnlijk nog een keer uitbreiden, omdat die veel lagere boom grotere bladeren heeft dan ik. Dat is raar. In ieder geval, dat moeten we inderdaad nog even doen. Ik ga vandaag weer even laten zien. Wat er veranderd is, ga ik zo even laten zien. Niet ten eerste, hier staat allemaal gras. Dat wist ik zelf ook nog helemaal niet. Hier staat opeens allemaal bomen. En gisteren is deze brug gemaakt. Ik vind deze brug oprecht heel vet. Ik had hem zelf anders gemaakt. Maar hij is wel heel vet. Dan weer verder hebben we nog... Wat is dit dan? Huh? Nice brug, man. Brug door Maxi Taxi. Max dus. Shout out naar Max. Nice, Max. Je hebt hem mooi gemaakt. In ieder geval, hier is dan de span. En dit, ja, dit hebben jullie waarschijnlijk in de video van Max gezien als jullie Max Teams wel even kijken. Maar ja, die tunnel was er wel, maar hij heeft een connecting gemaakt met de teamopslag. En oh, hier staat opeens een nether portal. Oh, hier twee. Kijk, oh, dit is vet. Nou, dit is in ieder geval een soort van random doorloop. Maar hier is dan de teamopslag met allemaal shit die wij hier hebben. Heel erg mooi. Ja, dit is in ieder geval de teamopslag zoals ik al zei. Met allemaal shit en shit. Jullie denken, Rodney, hoe kom je aan zoveel boeken? Ik heb echt geen idee. In ieder geval, we hebben hele random shit. Ik wil even snel kijken. Oké, er zit niks waardevols in voor mij. Wacht even. Oké, nou. In ieder geval, dat is in ieder geval dat. En ik ga ondertussen even kijken of hier... Wil je kijken? Ja hoor. Nou, dan gaan we dat eens even kijken. Dan gaan we naar de derby. Nou, heeft hij nog iets leuks te laten zien? Weet je, dat is ook leuk. Oké, eens even kijken. Wat is hier? Hij heeft een petje. Oh, hij heeft hem op de bouwer. Oké, even kijken. Wat? Huh? Is hij met het water gedaan dan? Raar. Een vloedgolf. Ja, dat is op zich heel logisch. Waar gaat dit heen dan? Ik deed het alleen op glas. Huh? Oh, als ik het goed begrijp, dan heeft hij dus een blokje geplaatst. En zoals je net normaal altijd hebt, dat het water zichzelf weer herstelt. Is dat nu op een hoger niveau gegaan. Apart. Oké. In ieder geval, ja, nu ik hier toch ben, kan ik het ook meteen even laten zien. Ik ga hier even vandaan. Oké. Ik ga dit even laten zien. Kijk, oké. Oké, even kijken. Dit is een Enderman. Hier hebben ze... Is een huis Enderman. Oké. Kom dan. Je komt veilig tegen mij. Waar ben je? Watje, hè? Kom dan. Weet al dat je hier bent. Oh, hij is dood. Oké. Ender Pearl. Awesome. Die gaan we zo ook nog even gebruiken. In ieder geval, hier is dat een... Ik weet dat het de bedoeling is dat het een boom is. Maar ik vind hem niet... Vind je hem nu beter, Max? Ik vind hem heel apart. Waar gaat dit naartoe? Ik kom hier toch nooit, weet je. Oh, nog een Ender Pearl. Die leen ik even... Oeh, die is nu van mij. Ja, jullie hebben niks gezien, oké? Als jullie nou gewoon niks tegen hun vertellen, dan is er niks aan de hand. Nee, ik ga die zo wel gewoon teruggeven. Dat is geen probleem. Oh, dit ziet er wel vet uit. Nice. Oké. Wat is dit? Oh, dit ziet er ook wel vet uit op zich. Ze hebben wel leuke dingen. Ik kom hier een beetje. Ik kom hier nooit. Dit is niet mijn team. Ik kom hier eigenlijk nooit. Maar ja, dat is op zich heel grappig. Ik ga even verder. Ik ga weer even terug naar team G om even te kijken wat daar verder nog is. En dan zie ik jullie terug als ik daar ben. Tot zo. Weer terug bij team G, even heel simpel gezegd. Ik wou nog even laten zien wat hier allemaal veranderd is. Op de grootte van mijn eiland is eigenlijk helemaal niks veranderd. Van mijn eiland, van mijn boom is niks veranderd. Oh, ik ga even de... Toggle... Down... Fall... Kijk, Rodney, dat deed je, dat was moeilijk. Omdat het dat gewoon vent is voor de video. In ieder geval, nee, hier is niet zo heel veel veranderd. Ja, dit is ook een beetje veranderd. Hier staan overal bomen, dit is nu twee breed. En er staat een beacon, dat ga ik zo nog even uitleggen. Ik ga in ieder geval hier binnen is niet heel veel veranderd. Ik heb hier een vloertje aangelegd, als ik dat nog niet had laten zien. En hier staan nu een paar muurtjes en ja, hier staan heel veel bomen. Dat is een beetje het punt. En wat nog meer? Ja, hier staan nog steeds allemaal kisten ingegraven. Dat moet ik een keer gaan verplaatsen. Wat hebben we dan nog meer? Hebben we hier natuurlijk mijn beacon. En dat zal ik zo even uitleggen. Maar ik heb hier ook allemaal kamers. Even een foutje. Ik ben hier aangekomen bij mijn chestroom, wou ik zeggen. Mijn chestroom is eigenlijk mijn chestroom gewoon. Hij heeft alleen geen functie, want er zit hier niks in eigenlijk. Dus... Ja, dat je dat even weten. Omdat ik natuurlijk een teamopslag heb, maar ja, als ik hier gewoon een keer shit op wil opslaan, voor je weet maar nooit. Dan heb ik dat in ieder geval. Hieronder zit een Nether Ward Room waar niet zoveel meer gedaan wordt. En hieronder zit niet veel bijzonders.
Gaan we even naar beneden, want ik hier liggen. Oh, die gaat dood. Oh nee. Oh. Nou, hier zitten de slijmlok, zoals jullie kunnen zien. En dan zijn we hier bij beneden. En dan hebben we gewoon de trap. Dus ik heb mijn beacon. Ik heb nu ook een beacon. Dat vind ik hartstikke vet. En daar ben ik heel blij mee. Die heb ik gekregen van... Of het was van Max of het was van Gerwin. Dat weet ik niet meer precies. In ieder geval dat. En wat hebben we hier nog meer? Ja, dat had ik al laten zien. Dus dat in ieder geval. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Doe alvast even een blauw duimpje omhoog. En dan hoop ik dat jullie van deze video genoten hebben. En dan zeg ik... Ik hou nu echt alles door de bar. In ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Doe alvast even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te liken, te reageren en te abonneren. Dat is exact hetzelfde, maar dat maakt niet uit. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en gedag. Laters. Doei.